Breda Nu. Je weet het meteen. Op 4 mei herdenken we in heel Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook in Breda wordt er elk jaar een ceremonie in het Valkenbergpark gehouden. Maar hoe leeft de dodenherdenking onder de jonge Bredanaar? 4 mei is wel een mooie dag, want er worden met mensen herdacht natuurlijk. En het is wel respectvol als je dat doet natuurlijk, omdat mensen voor je land hebben gevochten. Ik doe niet echt iets speciaals, maar natuurlijk wel een minuut stil te houden en nadenken over de mensen die zijn overleden. En respect tonen. Thuis doen we nooit echt iets, maar wel gewoon niet stilte. Op tv doen we mee, maar verder doen we niet echt iets speciaals eraan, zeg maar. Wel zo respect tonen dat is hun, maar niet verder iets. Ik vind 4 mei wel een belangrijke dag. Ik vind het belangrijk dat we die geschiedenis toch gewoon herdenken. En ik probeer er ook wel meegegeven aan mijn zoontje gewoon. Ik snap wel die actie van die vrouw op Facebook inderdaad nu, dat ze geen 4 mei wil vieren. Of herdenken eigenlijk. En de reden dat ik die ook wel snap is omdat het voor mij eigenlijk ook veel breder is. Ik bedoel, je noemt het een dodenherdenking, dus waarom dan niet voor iedereen? En ik denk dat het wel een aandachtspuntje is dat je wel kan kijken of dat uitgebreid kan worden. Dat lijkt me ook een heel mooi idee natuurlijk. Andere oorlogen zijn ook gebeurd en dat is natuurlijk wel een evenwicht houden, hè, van oorlogen van dan en dan. Het is wel mooi dat je dat ook herdenkt. Dodenherdenking is volgens mij alleen gericht op de Tweede Wereldoorlog. Maar ik vind het wel een mooi idee om dat te doen. Omdat er natuurlijk wel andere oorlogen ook aan de gang zijn. Yes. En dat ook slachtoffers daarbij vallen. Yes. Dus vind ik het mooi om daar ook respect voor te tonen. Yes.